De Europese Unie dringt er bij de Surinaamse regering op aan om de rechtsstaat en de scheiding der machten te respecteren. Dit staat in een vandaag uitgegeven verklaring van de EU. De verklaring komt daags na de vierde artikel 8 EU-Suriname politieke dialoog die gisteren plaatsvond in Paramaribo. De EU herinnert eraan dat deze overeenkomst het kader vormt voor de betrekkingen tussen de EU, Afrika, het Caribisch gebied en de landen in de Stille Oceaan. In de Cotonou-overeenkomst is er namelijk een voorziening opgenomen waarbij de mensenrechten, de democratische beginselen en de rechtsstaat moeten worden beschermd en bevorderd.